Hallo allemaal, mijn naam is Anne-Floor Brouwer en ik ga jullie een paar dingen laten zien in Lesson Up. Lesson Up is een te gek programma, want het heeft ontelbaar veel opties om te gebruiken. Dit kan het daarentegen ook een beetje uitdagend maken. Dus als jij nou van plan bent om Lesson Up voor het eerst te gebruiken, laat ik een paar simpele eerste stappen zien die je kan toepassen. En zo een te gekke les te maken online in Lesson Up. Als eerste gaan we naar nieuwe les. En het fijne wat ik ook vind aan Lesson Up is dat je mappen kunt maken waarin je lessen kunt zetten. Dus als je verschillende vakken geeft, kun je een map zoals voor mij studieloopbaanbegeleiding maken. Je kunt ook een map Engels maken. Je kunt een map wat dan ook maken. En zo hou je het wel overzichtelijk. Misschien vind je het fijn om meerdere lessen te maken voor verschillende doelgroepen. Nou ja, dan is dit een hele fijne manier om ze toch online te bewaren zonder dat ruimte inneemt in jouw overzicht. Maar we gaan gewoon beginnen met een nieuwe les. En die noemen we even tutorial. Want het is dit toch een beetje. Zo. En dan kom je hier terecht. En dit is vanuit waar je een les gaat maken. Nu zijn er een paar dingen die je als eerste kunt doen. Als eerste kun je even kijken welke layout vind ik nou fijn. Lesson Up heeft alvast voor je meegedacht in een opening. Dat heet ook vooraf. En dan helpt het je ook herinneren dat je voorkennis moet activeren. Of terug kunt refereren naar een vorige les. Instructie geven, want ja, dat is best handig. Oefenen, oftewel toepassing en evaluatie. En nog extra plusopdrachten eventueel voor differentiatie. Ben je beginnend docent en heb je bijvoorbeeld een structuur waar je heel erg aan vast moet houden, is dit heel erg fijn. Je hoeft je hier natuurlijk niet aan te houden. Dus als jij taakgericht les geeft, projectgericht of gewoon even afwisselend wil starten met een toets, een quiz en wat dan ook, het dan eerst zelf wilt laten uitzoeken, kun je dat allemaal zelf vormgeven. Dit is niet te zien voor studenten, de vooraf de instructie, de dergelijke. Wel is het fijn als je weet hoe je wilt werken. Deze layout vind ik zelf heel fijn, omdat het me doet denken aan PowerPoint bijvoorbeeld. Dus als ik nieuwe slides toevoeg, vind ik dit een fijne manier om te werken. Nu heeft iedereen daar een eigen voorkeur in. Daar heeft Lesson Up ook aan gedacht. Hier zie je namelijk het knopje beeldinstellingen. En dan kun je kiezen voor normaal. Dat is wat je hier ziet. Je kunt ook ervoor kiezen om de slides naast elkaar te krijgen. Dus telkens als je een nieuwe aanmaakt, komt die dan hier zo in een rechte lijn. Dat is ook iets makkelijker als je echt met deze fases wil gaan werken. Dan is er ook nog alleen de slide als je liever niet wordt afgeleid en gewoon hierop wil focussen. Eén ding tegelijk. Als je dan weer terug wilt naar de beeldinstellingen, zit hij wel hier linksboven verstopt. Ik ga dus voor normaal, want dat werkt voor mij het prettigst. Je kunt ook heel makkelijk dupliceren, zoals je hier ziet, en nieuwe slides toevoegen. En vervolgens zie je hier naast het vakje tutorial helemaal links, zie je een oogje. En dan wordt ook heel fijn uitgelegd. Dit wordt getoond in de klassikale les wanneer je op geef les klikt. Dus als ik ervoor kies om deze les te starten en ik ga deze les geven, dan krijgen studenten deze slide dus te zien. Nou, stel ik wil eigenlijk eerst een slide hebben waar ik even opschrijf wat ik ook weer ga doen in deze les. Dus een video opnemen. Oh, zal ik het wel goed spellen? Video opnemen, 10 minuten. En eigenlijk een makkelijke planning voor mezelf hier opschrijven. Zo. Dan wil ik niet dat de studenten dit per se zien. Dan kan ik gewoon dit uitvinken. En wanneer ik geef les aanklik, krijg ik dit wel te zien. Dus oh ja, mijn fijne planning, mijn fijne reminder. Maar de studenten niet. Nou, hetzelfde geldt voor dit knopje. Dit wordt getoond in de gedeelde les die studenten zelfstandig kunnen maken. Als deze stappen dus onderdeel zijn van een les die studenten zelf moeten volgen. Ik wil bijvoorbeeld dat zij deze planning ook aanhouden. Of ik maak een slide met uitleg voor studenten hoe zij zelf een opdracht kunnen maken. Kan ik dat hierin toevoegen. Maar als ik les geef en ik de uitleg eigenlijk liever zelf wil geven. Dan kan ik dit gewoon uitvinken. Dan krijgen zij dit ook niet te zien. En dan kan ik de uitleg gewoon verbaal geven. En als zij dit thuis zelfstandig gaan maken,
hadden ze dus ook in de lessen op moeten letten voor de uitleg. Nou ja, zo zijn er allemaal verschillende manieren waarop je dit kunt toepassen. En dit zijn enkel voorbeelden van manieren waarop je deze twee icoontjes kunt inzetten of niet. Als laatste staat er differentiëer. En ik ben het wel eens met de volgorde die zij hanteren. Wil jij nou een opdracht toevoegen? Wil jij extra uitdagend materiaal toevoegen? Of, en die optie noemen zij niet, maar die is ook heel belangrijk. Een iets makkelijkere opdracht waar het iets meer stapje voor stapje gaat. Dan kun je een differentiatieopdracht toevoegen. Dan maak je eerst gewoon deze hele slide en dan selecteer je hem hier. Bij dat, ja, ik noem het een beetje een stamboompje. En dan kun je zeggen, dit wordt een differentiëerpagina. Daar zal een andere tutorial iets dieper op ingaan. Nou, dit zijn de standaard dingen waar je over na kunt denken. Ik denk dat het fijner is om te werken vanuit je les klaarzetten alsof het een PowerPoint is. En dan kijken, oké, wat wil ik laten zien, wat niet, wat heb ik nog nodig en wat niet. En wat dan ook fijn is aan een lesson app, is dat de opties eindeloos zijn. Kan wat intimiderend zijn, ik vind het zelf heel fijn. Nou, stel ik wil een mooie pagina, maar ik wil eigenlijk niet zo standaard gewoon tekst op tekst. Ik wil eigenlijk andere openingspagina. Nou, dat kan. Dat doe je dan door op layout te klikken en dan kun je kiezen wat voor slide je wil. Overal staat weer wat uitleg bij, dus dat is ook super fijn. Je hoeft niet zelf de plaatjes te interpreteren. En stel wij kiezen voor afbeelding. En we willen hem ook wel in een leuke kleur. Dus we gaan voor oranje. Waarom niet? Houden we van. We hebben een layout gekozen, een afbeelding alleen. En dan gaan we een leuke afbeelding zoeken. En als we bijvoorbeeld zoeken op het internet, dan filtert die naar afbeeldingen die vrij zijn om te gebruiken. Dus waar geen rechten op zitten. En dan doen we even test. Nou, dan vinden we deze misschien wel leuk. Gebruik ik mijn slide. En dan voegt hij hem automatisch ook al toe op mijn achtergrond. En dan kan ik nog kiezen of ik hem groter of kleiner wil. Hoe transparant ik de afbeelding wil hebben, wil ik de achtergrond er een beetje doorheen zien. Ja, zo ben je vrij om alles te kiezen tot lettertype, grootte. Je kunt er hyperlinks in toevoegen zelfs. En dit is puur en alleen al wat je op een dia-slide kunt eigenlijk. Vervolgens kun je ook nog een stoplicht toevoegen. Tabellen, symbolen, timers, allemaal tools om jouw lessen handig te maken. Ik raad vooral aan om hier mee te spelen. En wil je iets meer informatie hierover, zullen daar andere filmpjes over volgen. Zo ga je dus als volgt je hele les klaarzetten. En als je dus een nieuwe slide aanmaakt, dan zie je hier allemaal opties. En wil jij dus, nou ja, vooraf wat voorkennis activeren, kun je bijvoorbeeld op tools zoals een WordWeb klikken. En kun je die als onderwerp geven. Nou, vandaag hebben we het over een cv. Gaan we leren schrijven. En dan kunnen studenten hier zelf antwoord geven wanneer je deze les gaat geven. Met input voor woorden wat zij al kennen. En zo maak je klassikaal een WordWeb. Je krijgt weer de opties. Krijgen studenten dit te zien, ja of nee? En dergelijke. Daarvoor is dit heel fijn. En eigenlijk kan LessonUp op deze manier dus heel veel edutools in één keer opvangen. Zo kan het bijvoorbeeld een interactieve video gebruiken, zoals een ad puzzle. Je kunt hier open vragen en polls afnemen, zoals in Mentimeter. Je kunt sleepvragen hier inzetten, zoals bij een Seppo bijvoorbeeld. Of studenten kunnen zelf een foto opsturen, zoals bij Seppo. Je hebt quizvragen, zoals je bij een Kahoot in zou zetten. En je hebt gewoon al je andere opties, zoals bijvoorbeeld informatie uit een eerdere PowerPoint, die je misschien al heel goed onder elkaar hebt gezet. Klik je op PowerPoint en dan kun je bestaand bestand uploaden. Het onthoudt ook welke je er al op hebt staan. En dan hoef je ook niet allemaal informatie die je al hebt over te typen. Dan kun je die gewoon selecteren en dan zeg je, nou, hier heb ik al heel wat opgeschreven. Wil ik eigenlijk gewoon zo één op één overnemen. Dan zeg je, gebruik de afbeelding. En dan heb je ook die informatie hier ter beschikking. En ook dit kun je dan weer andere afbeeldingen toevoegen, kleurtjes geven. Je kunt het zelfs favoriet maken, dat als een slide met informatie vaak terugkomt, zoals bij aanvang van de lesregels, kun je die telkens weer erbij pakken zonder dat je dit opnieuw hoeft te maken.
Op deze manier kun je dus heel makkelijk je les maken in LessonUp met eindeloze opties. Dit was heel even de startsessie, de basis. En er zullen vast meer video's volgen met hoe je in detail alle opties kunt gebruiken. Ga er lekker mee spelen. We horen graag hoe je het vond, wat je ermee doet en heel veel succes!